Een professor is een hoogleraar die is verbonden aan een universiteit. Professor is geen beroep, omdat de term professor betrekking heeft op een functieaanduiding of titel. Alle hoogleraren die verbonden zijn aan een universiteit hanteren de titel professor. Er bestaan verschillende hoogleraren die officieel gezien moeten worden als professor. Een belangrijke opmerking hierbij is dat universiteiten niet alle hoogleraren automatisch aanmerken als professor, omdat nieuwe hoogleraren zich in de meeste gevallen gedurende een aantal jaren eerst moeten bewijzen als assistent-professor of als adjunct-hoogleraar voordat ze aangemerkt worden als volwaardig hoogleraar en dus professor. De officiële aanspreektitel van een hoogleraar is dus professor en niet hoogleraar. De term professor komt uit het Latijn en betekent diegene die de professie van het openbare lesgeven uitoefent. Een andere omschrijving kan ook zijn universitaire professie, dat betrekking heeft op het lesgeven en onderzoek verrichten op universitair niveau. Een professor is dus een hoogleraar die verbonden is aan een universiteit. In het algemeen worden professors gezien als personen die beschikken over veel kennis over uiteenlopende onderwerpen. In werkelijkheid is een professor meestal alleen gespecialiseerd binnen een bepaalde wetenschap. De titel professor heeft betrekking op een universitaire aanstelling en niet op een academische graad. Binnen Nederland is het verboden om de titel professor te voeren zonder hoogleraarschap. Als professor ben je meestal verantwoordelijk voor het leiding geven aan een afdeling van een faculteit. Een faculteit is een hoofdafdeling van een universiteit, waarbinnen specifieke vakgebieden samenkomen. Een professor is binnen de faculteit verantwoordelijk voor het aansturen van verschillende docenten, hoofddocenten en onderzoekers. Dit kan ook betrekking hebben op hoogleraren die werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven.